niet al je drinken nu al opdrinken, want het is, je moet er nog een hele uitzending maar door. Hallo allemaal, dit is Skoola Studio, kort vanaf de Skoolazolder hier in Amsterdam. We zijn helemaal live, en direct, leuk dat jullie kijken. We gaan quizzen, we gaan van alles doen en dat gaan we doen met deze twee toppers hier. Eens eventjes kijken. Hoi, leuk dat jullie er zijn. Wie heb ik hier? Brit? Nee, Otis. En Otis? Nee, Brit. Wie is wie? Even kijken, jij bent Brit? Nee. En wie ben jij, Otis? Ja, ik ben Otis. En dan ben jij Brit? Ja. Leuk dat jullie er zijn. Fijn dat jullie hebben je eerste week op school gehad. Dus jullie zijn super slim. En we gaan het met jullie hebben over de ruimte. We gaan zo direct quizzen. Kijk, we hebben hier bijvoorbeeld Uranus al. We gaan quizzen zo direct. Heel gezellig. En jullie kunnen wat winnen. En jullie thuis kunnen ook meedoen. Ik hoop dat je veel weet over de ruimte. Want we gaan een quiz doen over de ruimte. Haal iedereen erbij. Broertjes, zusjes, de melkboer, de buurman, de buurvrouw, de buurhond. Want hoe meer mensen je bent, hoe meer je weet. En je kan meedoen. En dan kun je dus iets heel vet vinden. Namelijk een Skoola Flitsquiz. En we gaan het hebben over de ruimte. Dus ga nu nog even snel na in je hoofd. Wat weet je allemaal over de ruimte? Over het zonnestelsel, over de maan, planeten, het zonnetje, ruimtevaarders. Alles komt voorbij in deze uitzending van Studio's Kort. We hebben hier de zon bijvoorbeeld al. En wie hebben we nog meer? Venus. Oké, we gaan nu eventjes naar onze social media tijger. Want we gaan ook even natuurlijk naar jullie thuis. Jullie mogen al meedoen. Je mag altijd reageren. Wie hebben we hier? Hallo, wie ben jij? Ja, ik ben niet Rielle. Ik ben Rianne. Dat wordt heel lastig. Ja. Niet Rielle, maar Rianne. Jij bent onze social media tijger deze week. Ja. Zit je er klaar voor? Ik zit er helemaal klaar voor. Oké, mensen kunnen hier reageren. Ja, dat wordt ook al volop gedaan. Cool. Dus blijf dat vooral doen. Met antwoorden zometeen, maar ook leuke reacties. Alles is leuk. Iedereen mag meedoen. Ja. Mensen kunnen ook wat winnen. Hè? Als je dus meedoet met de quiz, kan je een flitsquiz winnen. Dat is dit, dus doe zo direct vooral mee. Hè? Haal iedereen erbij. Maar we gaan eerst de kijkerspost doen. Hè? Ja. Want we hebben post van onze kijkers gehad. Ik zou zeggen, haal ze er maar eventjes bij, die brieven, aanzichtkaarten. Je kan meedoen met de kijkerspost door onze mailtje te sturen naar studiokort@skoola.com. En dan wordt jouw vraag misschien volgende week wel behandeld of over twee weken. Wat is de eerste vraag die we hebben gehad? Ja, dit is eentje die heeft duidelijk eerder gekeken. Die zegt namelijk, hallo Studio Kort, waar kan ik zo'n leuke Skoola zonneklep krijgen? Een zonneklep van Skoola, geef er eens even eentje aan Britt of Otis. Ja, de Skoola zonneklep, die hangen hier. Nou, wie zegt dat? Niel uit Alkemade. Die kan je dus alleen maar krijgen als, ja, hij heeft hem al op. Als je meedoet met de quiz, dan kan je deze zonneklep winnen. Dus je moet meedoen met de quiz als je hem wil winnen. En doe dat. Je kan je opgeven voor de quiz door te mailen naar studiokort@skoola.com. Niel, ik hoop je hier in de studio te zien. Volgende vraag. Ja, en de volgende vraag, die komt van Simba, leuke naam uit Vraneker. Hey Simba. Die zegt, dag Studio Kort. Waar is Rielle eigenlijk? Ja, waar is Rielle eigenlijk? Onze social media tijger. Ik ben heel blij dat jij er bent, Rielle. Maar Rielle die zit in het trainingsprogramma van de European Space Agency om de eerste social media expert in de ruimte te worden. Dus daar zit ze deze week nog. Misschien is ze volgende week terug. Of misschien zit ze dan al in de ruimte. We zullen zien. En dan blijven we het gewoon met Rianne doen. Ook leuk. Ook leuk, ja. Volgende vraag. Ik heb nog, dit is heel duidelijk. Hey Studio Kort, wanneer gaan we nou eindelijk eens beginnen? Nou, wat denk je, Rianne? Ik denk... Nee! We gaan beginnen met de quiz, met deze twee toppers uit hier vlak uit de buurt, hè? Uit de Skoola Zolder wonen jullie eigenlijk bijna zo'n beetje. Brit en Otis. Andersom. Otis en Brit. Nee, andersom. Brit en Otis. Vanaf nu zijn jullie gewoon zo, Brit en Otis. We gaan met jullie de quiz spelen. Weten jullie veel van de ruimte? Ben je wel eens in de ruimte geweest? Ik ga 3 keer per jaar. Oké, en waar ga je dan allemaal heen? Ik vind zelf Mars heel leuk. En lekker. En Saturnus. Is ook geweldig, hè? En Proxima Centauri natuurlijk. En Brit, hoe zit het bij jou? Ben je wel eens op skivakantie geweest naar Pluto? Ja. Leuk, hè? Ja, mooie veel zwarte pieces. Oké, jongens, we gaan quizzen. En we spelen, jullie spelen om het Skoola familie bordspel. We houden de punten bij, inderdaad, met deze petten. Dus die mogen jullie nu nog even inleveren, want we beginnen allebei op 0 punten. Jullie thuis mogen ook meespelen. Eerste vraag, zijn jullie er klaar voor? Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, poink. Daar gaat hij. Pak even mijn kaartje erbij. Hier. Hoor je dat? Ambulance is al onderweg. Vraag 1. De maanlanding. Die is bijna 50 jaar geleden. Eerste mensen liepen op de maan. Ik heb er een foto van. Een van de eerste mensen op de maan. Deze figuur. Buzz Aldrin. En de vraag voor jullie thuis. Jullie mogen thuis eerst antwoord geven. Kan je gewoon doen naast dit bericht. En je kan gewoon antwoord intikken. Uit welk land kwamen
de eerste mensen die op de maan liepen. Uit welk land kwamen de eerste mensen die op de maan liepen? Jullie thuis mogen nu, kijk daar ben je, jullie thuis mogen nu eerst antwoord geven. Tik maar wat in. Ik zie dat er al gereageerd wordt. Uit welk land kwam dus deze supertopper die als een van de eerste, want dit was de tweede, op de maan liep? Jullie thuis geven al flink antwoord, dat is fijn om te zien. Serieus? Maar... Ik zie het op de foto. Zie je het op de foto? Ja, maar ik heb, ik heb mijn duim er een beetje opgehouden. Wat is het goede antwoord? Wat denken jullie? Eerste mensen op de aarde, waar kwamen ze vandaan? Amerika. Ik zei het verkeerd, ik zei eerste mensen op de aarde. Dat was natuurlijk niet goed, dat was de eerste mensen op de maan. Maar jullie hebben het allebei goed, maar dat is inderdaad Amerika! En dan mag je nu je pet eindelijk een keer opzetten. Puntje voor jou en een puntje voor Jezus. Zo, zet hem maar op. Eerste punt. Hij zet hem maar zo op zijn kop. Oké. Okay. En dan jullie nog een vervolgvraag. Iets moeilijker. Iets moeilijker. Amerikanen zijn er heel veel geweest op de maan. Heel veel. Meer dan 10. Maar zijn er ook Nederlanders op de maan geweest? Amerikaners. Mogen jullie nu? Mag je nu zeggen? Ja? Amerikaners. Wat denk jij, Otis? Amerikaners misschien. Allebei fout! Want André Kuipers is niet op de maan geweest. Die is alleen maar in de ruimte geweest. Ja, maar daar zit ook de maan. Ja, dat is een mooie. Dat is hetzelfde als dat je zegt, ja, ik ben in Amerika geweest, want ik ben in België geweest. Nee, mooi niet. Maar goed, geen puntje. Nee, dat is gewoon niet goed. André Kuipers is wel in de ruimte geweest. Over André Kuipers gesproken, daar gaat de volgende vraag over. André Kuipers. Even een foto van André Kuipers. Waar is hij? Nee. Dat is niet André Kuipers. Dit is André. Nee, dit is ook niet. Dit zijn de toppers. Kijken. Op de maan. Ook niet goed. Waar is André Kuipers? Hier hebben we hem. Laat hem eens eventjes zien aan de camera. Foto's. André Kuipers is dus ruimtevaarder, astronaut. Maar hij heeft een hele andere opleiding gehad. Hè? Hij is niet tot astronaut opgeleid natuurlijk. Hij is gewoon naar de universiteit gegaan. Net als jullie misschien naar de universiteit gaan. Als je zo slim blijft als je nu bent. Wat was het beroep waarvoor André Kuipers is opgeleid? Op de universiteit. Jullie thuis mogen nu eerst antwoord geven. Dus welk beroep, waar heeft André Kuipers voor gestudeerd? Jullie mogen nu antwoord geven thuis. Was hij melkboer? Was hij pakjesbezorger? Misschien was hij wel rioolontstopper? Allemaal hele belangrijke beroepen. Waarvoor heeft André Kuipers, waar is hij? Onze grote vriend. Waarvoor heeft hij gestudeerd? Misschien was hij wel kapper? Je weet het niet. Jullie thuis geven antwoord. Wordt er antwoord gegeven? Er wordt antwoord gegeven. Er komt mondjesmaat binnen. Mondjesmaat. Ja. Maar ja, er wordt wel. Ja, maar, ja. Maar, zijn er mensen die wat roepen? Er zijn heel wat mensen die wat roepen. En het meest genoemde antwoord is... Groenteboer. Maar de vraag is wat Otis en Britt denken. Wat denk je? Jij weet het niet. Zeg het eens. Dokter. Hij was inderdaad dokter! Puntje voor Britt. En het wordt nu spannend, het is 2-1. Oké, snel dan met de volgende vraag. Je staat achter, hè? Je slaapt achter. André Kuipers, een gokvraag. Je kan nu punten verdienen. Is heel lang in de ruimte geweest. Hij is 2 keer in de ruimte geweest. Hoeveel dagen in totaal, jullie mogen allebei schatten, hoeveel dagen in totaal is André Kuipers in de ruimte geweest? Denk samen? Eens, samen. Met allemaal andere mensen. Ik denk 60. 60 dagen, wat denk jij, Britt? Ja, ik denk ook 60. Nou, zeg dan iets anders, altijd leuk. Ja, 70. Oeh, nou wordt het spannend. Hij is in totaal, moet ik even aan de binnenkant van mijn hand kijken. 11 plus 193 is 204 dagen in de ruimte. Dus dat betekent dat Britt er het dichtst bij zit. En de derde pet heeft verdiend. Otis, je loopt vet achter. Kom op, je moet nu eventjes... Volgende vraag is voor iedereen thuis. Derde vraag. Simpele keuzevraag. Je mag kiezen uit 2. De zon... is een hele grote gasbol. En je weet, gas moet er altijd uit. Daarom de volgende vraag. Voor jullie thuis. En tik maar in. Wat bestaat niet van deze twee woorden? Een zonnewind of een zonnescheet? Jullie thuis mogen nu eerst antwoord geven. Wat bestaat niet? Een zonnewind of een zonnescheet? En omdat Otis heel erg achter staat, mag hij deze vraag beantwoorden. Otis, ik pak de pet vast. Wat denk jij? Wat bestaat niet? Zonnewind of zonnescheet? Zonnewind. Oh, kerel, die bestaat juist wel! Een zonnescheet, die bestaat niet! Zonnescheet. Wat is dat? Zonnescheet. Ja, oké. Ja. Nou ja, jij staat al zo ver voor. Ja. Oké, dan wordt het 4-1. Nee, ja, oké. Nou goed, weet je wat? Voor. Ja, dat is fout. 4-1, Otis. Nou, weet je wat? Eigenlijk was die vraag alleen voor Otis, dus je moet deze weer inleveren. Ja, sorry. Nee, maar ik krijg het van mijn jury door in mijn oortje. Die moet hem inleveren. Niks aan te doen. Oké, 3-1. Laatste vraag voor jullie. Dubbele punten. 2 punten te verdienen. Even op mijn blaadje kijken. Heeft hij een oortje? Welke plaat? Ja, ik heb een oortje. Ik heb er zelfs 2.
Welke planeet staat het dichtst bij de zon? Voor twee petten. Mercurius. Wat denk jij? Mercurius. Denk je ook Mercurius? Dat betekent dat jullie allebei het goed hebben en twee petten verdiend hebben. Maar dat betekent ook dat jij dus drie petten hebt en jij vijf petten. En dat de winnaar nog steeds is... Geef hem maar een grote applaus. Britty! Britty! En dat betekent ook, Brit, dat jij het grote spel krijgt. Geef hem even aan, Rianne. Gooi maar eens eventjes. Dit spel krijg jij, Brit, van mij. Maar jullie krijgen het eigenlijk natuurlijk allebei, hè? Want jullie zijn broer en zus, dus jullie gaan het vast een keertje samen spelen. Of niet? Ja. Ja? Ja? Blij mee? Ook blij mee? Ja. Niet echt. Oké, dit spel is voor jullie. Ik heb gelijk een ezelsbrug. Kom. Want Brit weet het heel goed, hè? Wat is de volgorde van de planeten? Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oh ja, dat is hem helemaal goed. En de dwergplaneet Pluto. Kijk, ik heb ze hier allemaal. Hier staan ze allemaal. Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Saturnus, Jupiter, Jupiter, Saturnus. Uranus, Neptunus. En wat is nu de ezelsbrug voor deze planeten? Acht planeten van het zonnestelsel, die heb ik hier. Want dat is heel erg moeilijk, hè? Hoe onthoud je die allemaal? Nou, ik heb deze ezelsbrug laten maken door een van de meest prominente cartoonisten van Nederland, Kees Bastings. En met deze ezelsbrug vergeet je hem nooit meer. Let op. Als je deze foto ziet, moet je voortaan onthouden. Met vier aardige marsmannetjes... Juicht Sven Kramer, uitbundig naakt. Met vier aardige marsmannetjes juicht Sven uitbundig naakt. Met Mercurius, vier Venus aardige aarde, marsmannetjes, Mars, juicht Jupiter, Sven, Saturnus, u uitbundig, Uranus naakt, Neptunus. Ja. Ja, dank u wel, dank u wel. Onthoud hem, maak even een foto van je scherm met mij erbij. En dan weet je voor altijd wat een ezelsbruggetje is. Je kan hem trouwens ook downloaden binnenkort onder dit bericht. Zet ik de foto ook eventjes neer. En dan kan je hem downloaden. En dan weet je dus voor altijd hoe het zit met de planeten. Kom, ga eens eventjes hier naartoe. Zo, wist je dat al van die Sven Kramer? Nee, dat is een helemaal nieuw ezelsbruggetje. Ja, maar nu weet je het wel. Nu, oh god, nu weet ik het sowieso. God, die zit ook in de ruimte. we hebben drie winnaars, denk ik, hè? We hebben drie winnaars. Er was heel veel gereageerd, dus het was moeilijk kiezen. Maar ik heb drie winnaars gekozen. De eerste is Ingeborg Beuzel. Beuzeltje, voor jou een flitsquiz. En er gaat ook een flitsquiz naar Marco van het Woud. Marco van het Woud. En de laatste gaat naar Sheila Lima. Sheila Lima. Deze komen naar jullie toe. We nemen contact op met jullie, wat fijn. Hey, en we hebben zelf ook nog een favo-vraag. De kampioensvraag van vandaag. Kan je mee over nadiscussiëren, hè? Thuis? We zetten hem nu even in beeld. Als je mag kiezen, waar in het heelal zou je dan nog eens een keertje heen willen gaan? Waar in het universum, in de kosmos, zou jij een keer heen willen gaan? Je kan reageren naast dit bericht. En uit alle beste en leukste en onzinnigste en grappigste reacties kiezen we iemand. En die krijgt deze prachtige etui met inhoud. Daar zit inhoud in. Waar zou jij nog een keertje heen willen, Otis? Ik ben Brit. Oh, hey Brit, waar zou jij nog een keertje heen willen? Naar een supernova. Naar een supernova. En waar zou jij een keertje heen willen? Nou, het lijkt mij al super cool om naar de maan te gaan. Omdat je gewoon de aarde vanaf de maan ziet. Maar ik hoorde net over een skivakantie op Mars. En toen dacht ik, nou, dat klinkt ook wel heel erg goed. Skivakantie op Mars, hè? Ja, misschien kunnen we samen een keertje gaan. Ja, lijkt me leuk als jij op vakantie binnenkort. Ja, wat zeggen de mensen daarvan? Ingeborg Beuzel, die wil graag naar de maan toe. Ja, die heeft natuurlijk net die flitsquiz gewonnen, dus die wil vast wel naar de maan. Ja, er wordt hier ook door een naamgenoot Rianne gezegd Mars. Tom Rijpert, die zegt naar huis. Na een lange reis. Ja, thuiskomen is natuurlijk altijd het fijnste wat er is. Ja, en Tom van Beveren die zegt overwinteren op de zon. Lijkt me ook wel lekker warm. Ja, dat is wel heel erg warm, hè? Ja. Volgens mij is dat een paar miljard graden. Wel echt heel erg warm, Tom van Beveren. Maar die komt ook uit Beveren, dus die weet wat warmte is. Nou. Jullie mogen hier thuis vanavond over nadiscussiëren. Dus de Chinees komt bij ons nu binnen en de pizza. En bij jullie komt waarschijnlijk ook een lekkere pizza binnen. Praat er nog even over na met jezelf en met je familie. Je mag ook blijven reageren. Ik zie dat Anne naar Jupiter wil, want daar is ze nog nooit geweest. Vincent, gaan we regelen voor Anne. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe quiz. Een hele nieuwe studiokort. En waar gaat het dan over? Weet jij dat al? Ik heb geen idee. Ik wel. Het gaat dan namelijk, want het is bijna Prinsjesdag, over koningen.
prinsen, prinsessen, royalty, allemaal dat soort sappige roddels. Dus zorg dat je je ingelezen hebt voor de quiz. Als je mee wilt doen, kom er maar eens eventjes bij Britt. Als je mee wilt doen met de quiz, net zoals Britt die net gewonnen heeft hier, dan mag je meedoen. En dan kan je meedoen naar studiokort@schoola.com. Kan je meedoen, kan je misschien volgende week hier zijn. Lijkt me heel erg leuk. Kijk dan ook weer een kwartier voor Studio Sport. Studio Kort. Tot dan. Ahoy!